AOW werken om rond te komen, maar dan gaat een groot deel van wat je verdient naar de opvang van de kinderen. Terwijl als iemand van de ouders thuis blijft, je die grote kost niet hebt. Ik ben gelukkig. Ik heb 4 kleinkinderen en er is nog een achterkleinkindje op komst. Maar financieel heb ik het niet gemakkelijk. Dat durf ik eerlijk toegeven. Zonder de steun van mijn kinderen zou het me niet lukken. De verschillende generaties mogen elkaar zeker niet loslaten. Financieel niet, maar ook menselijk niet. De meeste mensen die kiezen er wel bewust voor om met 2 te gaan werken. Maar voor vele koppels is het gewoon ook echt nodig om de rekeningen betaald te kunnen krijgen. Gevaar bestaat dat er dan geen tijd meer is voor het gezin, voor de hobby's, om van alles samen te doen. Er moeten meer mensen aan het werk, maar niet tot elke prijs. Vraag het vandaag maar eens aan de mensen. Hoe is het? Het antwoord luidt stevast druk, druk, druk. Vandaar dat wij een levensloopperekening voorstellen. Daarop kan je deel van je loon of vakantiedagen sparen. Met dat geld kun je dan, wanneer het je uitkomt, wat minder werken en meer tijd maken voor opleiding, zorg, kinderen. Je moet eigenlijk toch wel wat uitkijken op straat. De mensen zijn zo vlug op hun tenen getrapt tegenwoordig, ze kunnen niks meer verdragen. Mensen voelen zich gewoon onrechtvaardig behandeld en gaan dat afreageren op elkaar. Dat is zo en we moeten dat onder ogen durven zien. Dat kunnen we deels opvangen door een betrouwbare overheid uit te bouwen. Door bijvoorbeeld voordelen automatisch toe te kennen, zodat iedereen krijgt waar hij recht op heeft. Automatisch. Minder dan de helft van de mensen gelooft nog in het gerecht. Zeker met kleine misdrijven kom je in dit land veel te gemakkelijk weg. Parketten hebben te veel werk, gevangenissen zitten overvol en straffen worden niet uitgevoerd. Met ons noodplan Justitie willen we in 2 jaar tijd 1500 gevangeniscellen bijbouwen. En garanderen wij u een uitspraak binnen het jaar. Meer veiligheid betekent ook meer veiligheid op de weg. Zo'n gast die met zijn jeep gelijk een zot door de straat scheurt. Maar daar kan mijn bloed van koken. Hè. Dat begrijp ik maar al te goed. Wij moeten hardleerse chauffeurs zwaar aanpakken. Dat betekent dus meer controleren, meer controles. En de technologie kan daar een belangrijke rol in spelen. Ik denk bijvoorbeeld aan intelligente snelheidsbeperkingen of een alcoholslot. Dat kan daar zeer nuttig voor zijn. Voor ons gaat het op 10 juni ook en vooral om de vraag hoe we in dit land willen samenleven. Ik heb de mensen gevraagd mij hun verhaal te vertellen. En ik heb daar massaal veel reactie op gekregen. Goed beleid groeit van onderuit. Eerst luisteren naar de mensen. En dan aanmoedigen wie vooruit wil en meetrekken al wie het moeilijk heeft. U wil meer zekerheid, veiligheid en rechtvaardigheid. En dat kan. Samen sterk is ons antwoord.